In de Vuile Vaat stel ik, Wietse de Jager, mijn gasten van de campingtour vuile vragen. Deze week sta ik met Faya Laurens op vakantiepark Koningshof in Rijnsburg. En zij mag natuurlijk niet naar huis voordat de Vuile Vaat is weggewerkt. Faya Laurens, als je op de camping staat, doe je één ding zelf en dat is... Alles. Ieder bordje heeft een vuile vraag. Die zijn ingestuurd door de luisteraars, dus inderdaad door jou. En aan jou de taak om die vraag te beantwoorden. Oké. Van welk... Eten... Ga jij... Word jij het snelste dik? Wijn. Het is geen eten. Daar word je wel dik van dus. Ja, ik doe alleen maar aan wijn. Ja. Ik zie ook wel echt dat je een beetje dikker bent geworden. Ja, hè? Over welk lichaamsdeel ben jij onzeker? Ja, dat ga ik niet vertellen. Gaat iedereen erop letten? Doei. Vertel eens even. Nee. Oh, nou, kom op. Nee. Ik ga het echt niet zeggen, want op het moment dat ik dat zeg, gaat iedereen erop letten. Je tanden. Omdat er een beugel op zit. Hou je bek, man. Mogol. Hoe vaak per week maak je pikante foto's van jezelf? Normaal gesproken wel 3 keer per week of zo. Echt? 3 keer per week? Ja, voor Instagram. Wat gebeurt er als je een week niet sport? Nou ja, niks. Dat gebeurt wel. Ja, wat dan? Dan word je minder fit, toch? Of niet? Ja, dat denk ik wel, maar ik sport de laatste tijd wel vaker niet. En dan gaat het gewoon goed? Dan blijf je gewoon dezelfde... Nee, ik kan wel. Ik heb nu wel een randje. Oh ja, een randje, ja. Wat heb jij aan jezelf laten doen? Oh, wat heb jij aan jezelf laten doen? Nou, ik heb mijn borst laten doen. En waarom? Nou ja, dat was te klein en te groot. Je kent het wel. 7 maanden borstvoeding en die kleine dwerg daar. Ik ken het wel, ja. Ik heb er niks meer van over. Ja, heel veel details, ja. Ik heb nu toevallig net mijn frontrimpel laten doen. Ik kan niet meer fronsen. Maar dat is gewoon tussenuit gehaald dan of zo? En dat heeft ze een lam gelegd ook. Oh, er zit gewoon geen spier meer die werkt daarin. Nee, dat duurt 3 maanden en dan heb je na de zomer geen rimpel. Maar ja, er is nu geen zomer. Maar normaal als de zon dan schijnt, dan doe je dan dit. Ja. Dan krijg je een rimpel. Oh ja. Dan doe je dat even in de zomer en dan heb je aan het eind van de zomer geen rimpel. Dilemma, acteren of boeken schrijven? Boeken schrijven. Acteren vind ik denk ik wel leuker, maar verdient 10 keer zo slecht. Ja, boeken schrijven verdient beter. Mooi. En wanneer heb je voor het laatst een zak chips leeggegeten? Nou, ik was net te gast bij Radio 538. En er stond een zak chips en die heb ik opgegeten. Helemaal leeg, vergroten. Met 6 glazen rode wijn erbij. Wat vind jij het leukst aan verliefd zijn? Nou, dat je geen honger meer hebt en slank wordt. Dankjewel, Faya. Tot zover deze editie van De Vuile Vaat. Liken, sharen, abonneren op het 538 Plus kanaal. En geef Faya tips om van haar rolletje af te komen. Ja.